Topchef Gwen neemt ons mee op een smakelijke reis doorheen haar geboorteland, Vietnam. En laat ons proeven van de heerlijke geuren en kleuren uit haar vaderland. We zijn nu in Hue, de keizerlijke stad van Vietnam, waar de koning hier gewoond heeft. De laatste koning heeft tot 1945 gewoond. Heel belangrijk, de culinaire top van Vietnam is hier te vinden. Overal als land brengen ze de lekkerste gerechtjes, ingrediënten om voor de koning te koken. Dus hier heb je drie soorten gastronomie. De koninklijke gastronomie, allemaal lekkere hapjes voor de koning. Je hebt ook de gewone gastronomie voor de volking en de vegetarische gastronomie voor de monniken, de pagodes. Hue ligt in Midden-Vietnam, aan de oevers van de Perfume River. 150 jaar lang was Hue de keizerlijke hoofdstad, tot de keizer aftrad en de communistische regering van Ho Chi Minh aan de macht kwam. De aanwezigheid van de keizer was merkbaar tot in de keuken en daardoor staat de gastronomie van Hue bekend als de meest verfijnde van heel Vietnam. Dankzij haar ligging langs de Perfume River zijn de gronden van Hue erg vruchtbaar, wat zorgt voor prachtige producten en gewassen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de pomelo's. Deze vruchten groeien overal in Vietnam, maar die van Hue zijn met voorsprong de lekkerste. Em ơi, ở miền Nam nói thanh trà là không hiểu là cái gì, thanh trà là cái gì vậy? Thanh trà là chỉ có cái cây đặc biệt là chỉ có ở Huế mới có thôi chị. Nó giống cái bưởi mà không phải là bưởi hả? Dạ, gần giống bưởi nhưng mà là khác bưởi. Bưởi là cái vị nó chua, nước nhiều, còn nhưng mà thanh trà là cái vị ngọt hơn. Chị nghe nói là nhờ cái đất phù sa của sông Hương phải không em? Dạ, đúng rồi chị. Ở xứ Huế là cái xứ của vua. Chị không biết vua cái anh thanh trà không em? Dạ có chị. Ở đất Huế này cái gì mà ngon, trái cây gì mà ngon nhất á, là sẽ tiện vua chị. À, cái nào mà ngon chứ không phải là vua ăn mấy cái đồ sang trọng. Dạ, vua chị có thể ăn những món rẻ mà vừa ngon vừa lành và tốt cho sức khỏe. Dạ. Hay quá. Pomelo's zijn erg stevige vruchten, ideaal voor in salades. Het pomelo-vrouwtje toont ons hoe je een frisse salade maakt van pomelo, inktvis en garnalen. Chị tách ra xong rồi mình phải cắt ra bốn như vậy. Để rồi mình lấy cái côi này ra để cho dễ tách cái vỏ ra. We zijn nu de vlees van de pomelo aan het uithalen, maar heel voorzichtig dat het niet te plat wordt, anders niet meer krokant. Dus pitjes eruit. Dus schil eruit en de grote vlees moet heel blijven. Ja, dan haal je het in de man. Haal je in de man. Ja. Nu gaan ze de vinaigrette van de salade maken. Dus 1 sublepel suiker en 2 sublepel vissaus. Geperste loog is onmisbaar voor onze salade. Olie is misbaar voor de salade, maar loog is onmisbaar. En dan een klein beetje Spaans peper. Limoen ook heel belangrijk. In plaats van bij jullie azijn, bij ons altijd limoen voor de zure smaak. Dan een klein beetje dun gesneden uien. Wij gaan nu de salade mengen. Een klein beetje een soort saulief. Saulief dat betekent lange koriander. Dat kunt u in Aziatische supermarkt vinden. Koriander met heel veel kleine puntjes. Dat prikt een beetje, een soort koriander. Maar je kunt het ook vervangen door gewone koriander. Dan een klein beetje geroosterde pindanoten voor de krokante smaak. Nu is het een klein beetje geroosterde witte sesamzaadjes. En dan een klein beetje gebakken shallotjes. Dan doen ze gekookte inktvis en gekookte garnaaltjes bij. Dan doen we die vinaigrette van vissaus, dat ik dat juist klaargemaakt heb bij. Nu alles door elkaar mengen. Als je mengt, ook heel zachtje mengen, zodat die pomelo niet plat wordt. Ja, cuối cùng là mình bỏ cái rau thơm này lên trên, vừa là trang trí cho đẹp em này, rất là ngon. Nu gaan ze een beetje vers munt
dresseren. De vers munt dient als decoratief, maar u mag ook mee eten met de salade. Ja, jij bent het gelukkig. Maar nu gaan we samen proeven. De Vietnamezen eten altijd salade met krokante kroepoe. En dank je, ik ga wel een keer. Heel lekker. Krokant van kroepoek, krokant van de pombolo, zoete smaak van inktvis en pombolo en notenachtige smaak van pindanoten, sesamzaadjes en heel veel aroma's dankzij koran en munt. Heel lekker. Niet enkel de keizer was een grote fan van de heerlijke pomelo's. Ook de boeddhistische monniken zijn er gek op. Boeddhisten zijn overtuigde vegetariërs. En de pomelo is een van hun favoriete ingrediënten. Con xin chào thầy. Chào chị. Thầy ơi, có nhiều người nước ngoài rất là thắc mắc, không biết tại sao mà Phật giáo phải không có được ăn thịt mà chỉ ăn rau cải thôi. Thầy có nói cho cháu con nghe được hay không? À, tư tưởng chủ đạo của Phật giáo là phải lấy tình thương, phải phát triển tình thương, phải được nhiều tình thương và trí tuệ và sự hiểu biết. Cho nên một người mà có nhiều tình thương thì không thể sát hại, không thể ăn thịt của chúng sinh khác. Cho nên chỉ là Phật giáo rất là hạn chế, phải nói là cấm kỵ cái việc ăn thịt cá. Và Phật giáo khuyên mọi người phải ăn chay để nuôi dưỡng cái tâm tư của mình, tâm từ bi của mình. Eten is erg belangrijk voor de boeddhisten. Tijdens hun gebeden offeren ze telkens vers fruit aan de goden. Maar ook het bereiden van de eigen maaltijden gebeurt met veel zorg en toewijding. De monnik neemt ons mee naar de keuken van de tempel, waar elke dag vers vegetarisch wordt gekookt voor de monniken en hun volgelingen. Thầy ơi, con nghe nói là cái đầu bếp phải là có sáng tạo để làm những cái món chay thành những món đặc biệt. À, người nấu chay quan trọng hết là phải có cái tâm. Phải có cái tâm. Khi nấu phải đem hết cái tâm tình thương yêu của mình vào cho người ăn, cho người khách ăn, xem đó là những người thân trong gia đình của mình, cho chồng mình, cho con mình, cho anh em của mình ăn. Cho nên họ hết sức sáng tạo, hết sức cẩn thận để cho cái món chay nó được linh hoạt, được phù hợp với từng khẩu vị, được dễ tiêu hóa, được ngon miệng và được có sức khỏe nữa. Hay quá thầy. Và câu thứ ba cháu muốn hỏi là ở trong cái bếp của trong chùa là nam nữ đều bình đẳng hết hay thầy? Cháu thấy cái nam cũng phải nấu ăn. Từ chủ tiệu mới bước chân vào chùa cho đến vị thầy lớn đều phải chia phía nhau để làm việc chùa. Trong đó có cả việc nấu ăn. Mà không đàn ông đừng phụ nữ sư thầy là sư cô đều phải đều bình đẳng như nhau, đều có những công việc bình đẳng. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Terug naar de keizers. Een Vietnamese professor in de geschiedenis vertelde ons hoe eten ook invloed had op het dagdagelijkse leven van de keizers. Có vua chúa thì rất nhiều vợ và trong số vợ đó có những người được ưu ái và có những người bị lãng quên. Do đó những bà vợ đã vào cung vua thì thế nào họ cũng muốn được gần gũi vua một lần. Do đó họ cũng tìm mọi cách mà trong cái cách của họ là có cung đường ẩm thực, tức là người đàn ông yêu bằng cái bụng. Do đó họ cũng muốn tìm tòi để nấu ra những món ăn ngon để gửi đến vua, và khi vua cảm thấy ngon thì ông ta sẽ cảm ơn bằng một cách là đến với bà đó một đêm. Hay quá, hay quá. Cảm ơn cô nhiều. Rất hay. De
keizerlijke keuken is een eenvoudige, maar uitgebreide keuken. Voor elke maaltijd werden er tientallen kleine gerechtjes gemaakt. Gwen maakt voor ons drie van deze keizerlijke hapjes. Ik begin met een vers lentrouwtje van tofu. Dat is een vegetarisch gerecht. Het is een keizerlijke stad, maar ook de stad van de monniken. Dus ik ga eventje tofu bakken. Beetje loof. Dan bak ik de tofu. Tofu, kunt u zeggen, sojakaas. Tofu op basis van gefermenteerde bonen, sojabonen. Vegetarische mensen eten heel veel tofu voor de proteïne, dus in plaats van vlees. Dus ongeveer 1 minuut per kant, zo'n beetje goudbruin bakken. Ik ga even deppen in de papiertjes, zodat de olie weggaat. Met kleine plakjes snijden. Om de lentrolletje te maken, hebt u rijstpapier nodig. Rijstpapier koopt u gewoon droog. Dan moet u eventjes nat maken, het kunnen rollen. Dompelen in heet water. Dan op een plank of een bord leggen. Nu is het een klein beetje soja schutten. Wortelen. De tofu. Shiso-bladeren kunt u vervangen door gewoon munt of Aziatisch basilicum. Munt, koriander, de lente ui, ga ik nu rollen, dus gewoon zo dichtrollen en dan twee kanten dicht doen. Dat is eigenlijk klaar. Ik ga nu een vinaigrette van sojasaus klaarmaken. 1 koffielepel suiker, 2 lepel sojasaus, limoensap. Nu een klein beetje gehakte look. Look moet je altijd pletten. Zo komt de smaak veel beter uit. En dan een beetje gehakte citroengras. Voilà, dat is al heel mooi fijn gehakt. Dat doe ik bij mijn vinaigrette van sojasaus. Saus is klaar. Ik ga het bord dresseren. Vietnamese lentrouwtje eten gewoon met de hand. Gewoon fingerfood, een stukje nemen, diepen en inhappen. Ik ga het tweede hapje klaarmaken. Dat is een carpaccio van rundvlees op zijn Vietnamees. De rundvlees wordt heel dun gesneden. Dat is wel gemakkelijk als u een diepvries gestoken heeft. Dan kunt u heel, heel dun snijden. Ik ga nu een vinaigrette van vissaus klaarmaken voor dressing. Kleine koffielepel suiker. 2 lepel vissaus. Goed roeren. Limoensap. Als suiker opgelost zijn, doe ik een klein beetje geperste look bij. En dan gehakte Spaans peper. Ik ga nu de verse kruiden snijden, dus een beetje munt, siso, basilicum. Zo dun mogelijk, heel kleine sliertjes. Keizerlijke keuken, dat is eigenlijk een keuken met heel veel handarbeid, heel veel werk. Als je klaarmaken, moet je echt met jouw hart en ziel. Dus echt met al je gedachten, al je ziel in je gerecht zetten, anders niet lekker. En dan nog een klein beetje salotjes ook heel dun in plakjes snijden. Ik ga nu mijn bord van carpaccio dresseren. Allemaal heel dun naast elkaar leggen. En dan gehakte salotjes. De vers gesneden kruiden. Vinaigrette van vissaus. Dan afwerken met een klein beetje gerooste pindanoten. De Vietnamezen eten heel graag pindanoten. Bijna alle salade werken ze af met pindanoten. Gelijk in België pijnpompieten of wauwnoten. Het tweede gerecht is klaar. Het derde gerecht is krokantje van scampi met gepofte rijst en zoetsuursaus. Ik ga eerst en vooral de zoetsuursaus klaarmaken. Om zoetsuursaus klaar te maken moet je gewoon water koken met suiker. Ondertussen kuis ik de scampi. Dit is een Black Tiger, 16-20. Dat wil zeggen, er zijn 16 à 20 in 1 kilo. Kop wegdoen. Zo, en dan pellen.
Daarom kan ik nou eruit halen. Anders heeft zo'n modder, slechte smaak. Ik ga eventjes daarop pletten. Zodat je die koreërs heel mooi open. Black Tiger Scampi is uit de zee. Maar u kunt ook af en toe kopen Scampi uit zoet water. Black Tiger is uit de zeewater Scampi. Ik ga nu de mengsel van mijn krokantje klaarmaken. Klein beetje gepofte rijst. Gepofte rijst kunt u zo kopen in de Aziatische supermarkt. En dan een beetje witte sesamzaadjes. En dan een klein beetje zwarte sesamzaadjes. Ik doe gewoon de zwarte sesamzaadjes gewoon puur voor decoratief. Dat zo een zwart en witte prikjes geeft. Dus als u geen zwarte sesamzaadjes kunt u alleen maar de witte gebruiken. Ook goed hoor. Zo. Ik ga mijn scampi marineren met een beetje peper. Wissaus. Dan ga ik mijn eieren eventjes breken. De scampi in de ei, zodat dat gaat de gepofte rijst beter nemen. Dus gewoon een soort om te plakken. Zo. Ondertussen suiker en water een kwartiertje gekookt. Dan hebt u zo'n soort karamelachtig suikeroplossing. Ik ga nu de tomatenpuree bijnemen. Dus een klein beetje tomatenpuree zetten. Dan limoensap. Dus je saus heel gemakkelijk om klaar te maken. Heel eenvoudig. U moet eigenlijk niet altijd een bokaal kopen. Ik doe een beetje zout bij. Nog een klein beetje limoensap, want dat is nogal dik. Ik ga eventjes proeven. De saus is klaar, heel heel lekker. Ik ga nu de scampi bakken in de friteuse of in de wok met olie, ongeveer 180 graden. Ik ga ondertussen een beetje kruidensalade maken. De Vietnamese eet altijd op het yin-yang effect. Scampi en friteuse heel heet, dan moet je combineren iets fris, frisse kruiden. Ik neem zo'n klein beetje sesambladeren, munt, basilicum. Een beetje lenteui en koriander. Alles door elkaar. Dan heb je een kruidensalade. Ik zie dat mijn scampi klaar is. Even op de serviet om olie te dippen. Zo. Krokantje van scampi met gepofte rijst. Zoetje saus. Dat is keizerlijke hapjes. Alsjeblieft, smakelijk eten. Het eten voor de keizer moest niet alleen heel erg lekker zijn, natuurlijk wilde het keizerlijke oog ook wel wat. Aan de indrukwekkende tafels zagen sommige gerechten er bijna te lekker uit om op te eten. Het zogenaamde food carving, of het decoratief versnijden van groenten tot echte kunstwerkjes, is een echte ambacht in Vietnam, die niet voor iedereen is weggelegd. Gwen laat het daar graag voordoen. Hij is eigenlijk een keuken van de koning. Dus niet alleen lekker, maar moet ook mooi zijn. Daarom doen alle mensen doen hun best om al die mooi te decoreren. Vandaar heb je al die decoratie met, ook altijd met gastronomie te maken. Niet zomaar gelijk welke dier moet eigenlijk eetbaar. Een vis is eetbaar. Een garnaaltjes en zo, over voeding eigenlijk. Ik vind het heel interessant, omdat ze heel, heel mooi om naar te kijken. Maar ik zou dat niet kunnen, want je moet naar school gaan. Ik denk voor de mensen die heel veel passie en heel veel liefde. Omdat de decoreren heb je 3 maanden nodig, anders 1 jaar. Dus dat is niet zomaar, iedereen kan dat. Ik ga zeker niet durven eten, maar het is zo mooi om te eten. En dat is ook gezonde. De mensen zoveel energie en kracht daarin gestopt, iets prachtig te maken. En dat
opeten. Dat zou zonde zijn. Tuurlijk, em ơi, chị cảm ơn em nhiều lắm nha. Em cảm ơn chị nhiều.